een koffer is, liggen de rechten volledig bij de eerste componist. Dus zit er geen enkele vorm van inkomst in. Nu, normaal gesproken vraagt hij 1000 euro's voor een nummer. Alleen, ja, op dit moment kan hij het niet voor niks doen. Sowieso kan er natuurlijk überhaupt niks voor niks gedaan worden. En heeft hij wel heel veel van de prijs afgehaald. Maar moeten we toch 800 euro betalen. Omdat hij er ook veel uren in steekt. Het is niet simpel een beat maken. Het is een heel project wat eigenlijk... ja, wat moet gebeuren. En Hans Boy, we moeten waarschijnlijk naar de studio van Bram, enzovoort, enzovoort. En het is niet één lijn of een bepaalde basic track die hij moet maken. Het is echt een heel muziekproject. En daar hebben we gisteren eens contact met hem over gehad. En dit is eigenlijk een beetje het verhaal. En gisteren wisten we het al. En toen zaten we eigenlijk een beetje met onze handen in het haar. Want ja, 800 euro is veel. Er zit waarschijnlijk geen verdienmodel achter. Dus we kunnen het ook nergens op begroten of weet ik veel wat. Dus eigenlijk is dit even een vervroegde droomvergadering, om zo maar te zeggen. Wij weten ook niet precies hoe we dat moeten doen. Dus toen dachten we, nou, dan gaan we maar aan de groep vragen van, joh, hoe denken jullie erover? Wat is, ja, hoe denken jullie erover? Ik kan er eigenlijk niks moois van maken dan dat het is. Het kost 800 euro. Het is waarschijnlijk wel heel belangrijk voor ons en het zal wel... ervoor zorgen dat het echt een grote boost krijgt. Ja, hoe ik het zelf voor me zie is dat we er in ieder geval extra naamsbekendheid mee kunnen creëren, wat uiteindelijk voor onze toekomst zelf buiten wel echt heel erg belangrijk is. Alleen dan kan je een heel verhaal gaan vertellen, ja, hij komt optreden op de Hollandse Avond, maar ja, weet je, dat zijn allemaal dingen, het is niet meetbaar, dus gewoon als je het los van elkaar ziet, komt hij wel langs, maar gaan we een nummer samen opnemen en eigenlijk is het met name gewoon voor onze droom. Ik kan me herinneren dat Ella hier is geweest en jullie hadden een gesprek in de silo samen met Bas en Ella. En die zeiden van sommige mensen die gaan featurings doen omdat ze dan denken dat ze daarmee verder kunnen. Maar dat is vaak niet het geval. Omdat ze dan meeliften op het succes van iemand anders word je daarna gewoon snel vergeten. Dus ik vraag me af, kijk die jongens die hebben er verstand van. Ze zitten in die scene. Als jullie dan zeggen van voor de toekomst is het voor ons belangrijk voor naamsbekendheid. Ja, hij had het met name over grote featurings. Dus als wij bijvoorbeeld een nummer samen met Little Kleine doen, dan luisteren ze voor Little Kleine. En nou, deze situatie is een beetje anders. Hans de Boy die wil een comeback maken en wij zitten in de opstartfase. Dus dat is waarom wij zelf denken dat je dan mee kan liften met elkaar. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je meer naamsbekendheid hebt. En naamsbekendheid is uiteindelijk in het begin als beginnende artiest, tenminste, ik ben een beginnende artiest, maar naamsbekendheid creëren, dat is wat Remco ook altijd zegt, dat is het allerbelangrijkste in het begin. Dus je moet zorgen dat je in lijsten terechtkomt, dat je bij de media terechtkomt, radiostations. Mag ik wat zeggen? Hoeveel euro's staan we in de plus? Genoeg. Mij lijkt het, als dit iets is wat jullie graag willen, het is een kans die je buiten waarschijnlijk niet meer zo zal krijgen. Het is een supermooi platform. Waarom niet? Ja, toch, ik bedoel, het is iets wat, als je die kans kan krijgen, moet je die toch gewoon aangrijpen. Ja. En ik zou niet in kunnen denken waarom andere mensen zouden zeggen, nee, dat kunnen we niet doen. We hebben eten op onze plank, we hebben brood op onze plank, sorry. We hebben hout voor in onze haard. We kunnen leuke dingen doen. Evenementen organiseren hebben we ook niet te weinig geld voor, dus lijkt me niet... Ik bedoel, als iemand anders er anders over denkt, zou ik zeggen, ja, speak up, maar... Ja, het is onder de laatste periode waar we in zitten. Ja. Het is niet dat we nog jaren doorgaan van, hé jongens, we moeten die 800 hebben we nodig voor over een aantal maanden. We staan 24 in de plus. Ja. Pak die kans, nu kan het nog. Ja. Vind ik. Thanks. Ja, het is belangrijk dat iedereen daar ook zo over denkt. Of in ieder geval dat niemand zegt van, joh, ik wil dit niet. Want als één iemand zegt van, joh... we doen het niet, dan doen we het ook niet. Ik vind wel, we willen wel unaniem. Een groepsding moet zijn. Van... Anders krijg je in de toekomst allemaal van die discussies, meer dan de helft van de groep, dan is het oké, we willen echt unaniem en anders niet. Hoe denk je echt dat het meer naamsbekendheid kan zorgen? Creëren? Nou, mijn verwachting is, er zijn best wel veel mensen en ook onze doelgroep en de mensen die naar de radio luisteren. Gemiddeld Nederlander kent Hans de Boy wel. Is het van Annabel of is het van Ik hou van alle vrouwen of een vrouw zoals jij?
de dingen die hij doet en als hij aankondigt dat hij een comeback gaat maken, wordt het opgepakt door de media. En dat is zeg maar het gedeelte waar het bij ons schortte bij de laatste twee nummers. Dus ja, ik denk dat het iets is wat sneller door de media opgepakt wordt en dan dus ook bij andere mensen terechtkomt dan de Utopia-kijker. Dat is natuurlijk de Utopia-kijker, dat zie je ook op evenementen, die kent onze nummers wel. En helemaal de harde kern. Alleen om de volgende stap te maken voor als je straks buiten bent, moet je ook zorgen dat andere mensen je als artiest kennen die geen Utopia kijken. Ja, of je moet een booming hit hebben. Ja. Ja, ja ik, voor mij mag je het doen hoor, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het het succes gaat evenaren van ja, dat denk ik. Fame of Helicopter, die uiteindelijk maar een week in de iTunes hebben gestaan. Ik hoop dat je het tegendeel gaat bewijzen, jullie twee, dat jullie langer erin staan, maar ja, ik heb er een hard hoofd in, eerlijk gezegd. Het gaat per definitie niet om dat we in de hitlijsten komen. Nou ja, uiteindelijk wel toch, want ik bedoel, je wilt die naamsbekendheid. En als je in de hitlijsten staat, stel je staat op nummer 1, dan supervet. Word je overal wel genoemd, weet je. Ja. We kijken nu naar de kwestie naamsbekendheid. Maar je moet wel kijken naar wat is er realistisch. Kijk, wij zijn beginnend. Het is niet logisch dat wij vanaf dag 1 dat wij een single releasen, dat we dan op nummer 1 staan en dat we gigantisch populair zijn. Nee, maar het kan wel. Tuurlijk, maar elke artiest heeft een bepaalde opzetfase nodig. En iedereen moet zich soort van bewijzen, een soort van nou, als je 10 leuke tracks kan maken, dan word je ook al wat serieuzer genomen. Zo werkt het wel een beetje. En Davina Michelle duikt natuurlijk meer aan een zingprogramma, hè? Dit is geen zingprogramma. Die was al jaren bezig met muziek. Maar, ja, maar die heeft nooit in de iTunes, die heeft alleen maar covers gemaakt op YouTube en allemaal dat soort dingen. En die heeft met het zangprogramma even toen Het Duurt Te Lang gezongen, waardoor ze heel lang op nummer 1 heeft gestaan en alles. Dus het is wel gewoon mogelijk. Duurt te lang. Het was een cover inderdaad. Ja. Maar ja. Een oud nummer in een nieuw jasje, dat is eigenlijk hetzelfde wat wij gaan doen. En ik kan echt geen garantie geven dat we in hitlijstjes terechtkomen, absoluut niet. Maar ik denk wel dat het een hele leuke stap is om om te proberen om andere mensen ook te bereiken. En een nummer wat ook bij Nederland al bekend is als oud nummer in een nieuw jasje. Het werkt heus niet altijd, maar ja, je ziet het wel regelmatig gebeuren dat soort dingen werken. Als er een meezinger is met een beetje leuke beat, dan zal het snel wel gedraaid kunnen worden in een kroegje. Het is herkenbaar voor mensen. Ja. In ieder geval het refrein. En dat geeft geen garanties voor de toekomst natuurlijk. Maar ja, als je het niet probeert, dan weet je zeker dat het hem niet gaat worden. En dat is een beetje de situatie waar we in zitten. Ja. Ja, ik denk als het een goede sprong is naar jullie toekomst, naar jullie droomtoekomst, dan moet je dat zeker aanpakken. En ik denk ook wel dat Bram het verdient. Want die heeft heel veel voor jullie gedaan. Die heeft al 2 nummers voor jullie gemaakt. En nu dus een 3e nummer. Dus. Ja. Ja, en dit is niet de afspraak die we hebben voor eventuele volgende nummers. Mm-hmm. Want dat is gewoon weer op dezelfde basis. Alleen dit is omdat het is nogal een totaalproject. Het is niet meer ik maak een paar lijntjes voor een beat en uiteindelijk neem ik jullie stem op en die verwerk ik in het nummer. Hier komt echt veel meer bij kijken. Ja. Ja. Het is echt een samenwerking. Ja, en er zit geen enkel verdienmodel voor de rest voor hem achter. Nee. En wat vinden Mariska, Alexandra, Hiske, Meer Rocher ervan? Want ik heb jullie niet echt... Ja, ik heb het al gezegd ten eerste. Ze hebben het al aangegeven. En mijn zegen heb je, maar het moet geen vrijbrief zijn dat iedereen straks €800 kan uitgeven voor ze erop. Maar dat hebben we toch afgesproken? We bekijken er... Per case, ja. Daarom. Dat vind ik wel heel belangrijk. Niet dat iedereen zegt, ja, ik wil nu ook dit en ik wil nu dit en ik wil nu dit. Maar als het, net als voor deze mannen, iets groots is voor jouw dromen, voor de toekomst, lijkt me toch dat we... Ja, dat heb ik ook gezegd tegen ze. Dat mijn zegen heb je daarin. Ja. Ja, ik heb daar gisteren al een heleboel over gezegd. En ik heb ook Jesse en Gerrit geadviseerd om het aan de groep te vragen wat die daar verder van vonden. Want ik vind dat het een groepsbeslissing moet zijn. En ik heb in eerste instantie gezegd, als dit iets is wat jullie gaat helpen. En nogmaals, ik sta wel achter wat Mariska zegt. Weet je wel, het geeft geen vrijbrief voor iedereen. En heel duidelijk wat Milena aangeeft, dat er per case gekeken moet worden. En ook serieus nagekeken moet worden. En ook onder de mom van... dat je ook realiseert dat je zelf ook in die schoenen kan staan. Dus dat betekent ook voor Jesse en een Gerrit, als bijvoorbeeld iemand anders hier straks met een drone komt, wat geld gaat kosten, dat je je kan verplaatsen in een ander, hoe belangrijk het voor diegene is. En dat je echt kan kijken van wat kan je daar uithalen. En, want heel eerlijk, als we allemaal bijvoorbeeld €400 zouden krijgen, dan en we zouden dat uit gaan geven en je kan dat allemaal heel breed trekken,
dan wordt het wel een gekkenhuis. En dan moet je je wel afvragen hoe serieus worden we ten eerste met z'n allen genomen. Ten eerste zeiden we, zijn we hier ook bezig met een finale, jongens. En dat moeten we niet vergeten. En dat betekent niet dat er alles naartoe moet gaan. Maar we moeten de boel wel serieus nemen. We willen Utopia mooi afsluiten. En daar horen gewoon een aantal dingen bij. En dat betekent niet dat we straks als gekken allemaal geld. En dat we van allerlei dingen maar willen met z'n allen. Want op een bepaald moment is het ook gewoon klaar. Dus dat wil ik wel erbij zeggen. Ik was gisteren al eerst samen met Ger naar Hiss toegestapt. Ja. Omdat ik ook eigenlijk niet echt heel erg goed wist wat ik met de hele situatie aan moest. Want ik vind dingen vragen sowieso niet echt leuk eigenlijk. Ja. Goed dat je toch in de groep gooit. Ja. Beter dit dan dat je zelf een keuze gaat maken om toch in één keer even 800 euro weg te sneaken. Van ja. Hey, ik ga toch dat nummer maken. Ja, nee, maar dat zou ik zo niet doen. Nee. Alleen maar goed dat je het in de groep gooit. Dat is helemaal meid. Wat ik ervan vind? One quote, chase your dream. Gewoon doen. Ja. Zo. Ja, ik, mijn zegen heb je. Meer? Ja, ik sluit me volledig bij Hiss aan. Zijn er mensen op tegen? Nee, ik het niet. Brim? Nee, ga je goddelijk gewoon. Ik hoop alleen dat ze ik zou Bram gaan bellen. Nu. Ik hoop dat ze de videoclip. Ja. Oh, de videoclip? Onder de vrouwen hier. Ja. Ja. Ja, dat heb ik ook gezegd. Eén voorwaarde, dat moet de videoclip worden van ik hou van alle vrouwen, de combi. Van alle vrouwen of Annabel? Ja. Stel je voor, precies zelf videoclip, dit doe ik alleen voor. Ja, die clip moet het zijn, heb ik gezegd, ja. We kunnen ook geen garantie geven dat de videoclip nog op tijd allemaal opgenomen kan worden. Maar het is nog eens... Voor de 23e. Ja. Maar we kunnen altijd nog even kijken hoe of wat. Het zou wel mooi zijn dat je het complete plaatje hebt. Maar ja, we weten ook niet hoe Hans de Boy erin staat. Nee. Maar, en misschien wil Hans dan wel de videoclip sponsoren. Ja. Ja. Met zijn comeback. Misschien wil hij het geld van de stream sponsoren. Ja. Ja, dat is er dus niet. Oké, okay, nou, dankjewel. Oké, okay. Jongens, we gaan handballen zo. 10 minuutjes? Yes. Oké. Okay.